Ter hoogte van Hoge Rijndijk 155 in Zoeterwoude-Rijndijk werd vorige week gestart met de bouw van project Rijnzicht. Directeur Mark Niersman van het gelijknamige bouwbedrijf Het Voorschoten en de Zoeterwoudse wethouder Ton de Gans van Ruimtelijke Ontwikkeling sloegen voor een enthousiast publiek gezamenlijk de eerste paal. Het eerste kwartaal 2020 zou in het teken staan van het bouwen van de kelder, de parkeergarage. September 2020 de ruwbouw gereed. Vierde kwartaal 2020 het gebouw glas en water dicht. En dan het tweede kwartaal in 2021 de oplevering. Het Leids Dagblad stond dat de mensen toch het liefste wonen, werken en leven in Zoeterwoude. Als je dat bijvoorbeeld gelijkt met Wassenaar. En als ik kijk naar de herkomst, ja, dan lijkt dat er wel op. Jullie hebben net gehoord wat de planning is. Het gaat natuurlijk echt nu richting de bouw, de hoogte in. De klussen, de grond in, die worden nu geklaard. Ik ga jou, Mark, en jouw team heel veel succes wensen bij die bouw. Want daar gaat het nu natuurlijk om. Dat het op een mooie manier gerealiseerd gaat worden, het project. Maar uiteindelijk gaat het om jullie als nieuwe inwoners en nieuwe bewoners. Dat jullie op deze plek waar je al tekeningen van hebt gezien, waar je contracten voor hebt getekend, maar uiteindelijk ook daadwerkelijk de bouw van jullie nieuwe appartement ziet gebeuren.